Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Kunt u mij een paar politici uit Roermond ook noemen? Jos van Rij, Angela van Wij, Wijen, Leen Rulkens van PvdA. Nou, de eerste die ik weet, ja, van Rij weet je. En mevrouw Smitsmans. Een paar. Nou, ik ken er één. En dat is Jos van Rij. En ja, dat is de enige eigenlijk die ik ken. De beste, Jos van Rij. Wie nog meer? Wacht. Nieuwe. Mark Slieger. Dre Peters. Meester van de LVR. Ja, Jos van Rij. Dirk Frans, Dre Peters, Ben Peters. Zijn er ook al vijf. Linde Rolkens. Ja. Wie nog meer? Ja. Ja, ik ken ze wel van gezicht, maar ik kan ze zo niet opnoemen. Oh, Jos van Rij. Ja. Regie van Resistent, Regie Koumans. Een jongen die is bij de brandweer verheiden. Kan ik nog wel een paar mensen, maar ben ze even kwijt. Vindt u dat politiek wat meer in zicht zou moeten zijn? Ja. Ja, als je ze wil leren kennen, moeten ze veel meer zichtbaar zijn. Ja, eigenlijk wel. Je ziet ze nooit, hè? Nee, hè? Dat klopt. Ja, dat mag wel, ja. Ja. En met vooral het sociale aspect ervan mag zichtbaar zijn, ja. Zeker. Dat doen ze wel. Met carnaval lopen ze vooraan. Dat doen ze wel. Nee, ze profileren zich. Ze gebruiken de carnaval ook voor zich in de buurt te laten zien en zo. Dat doen ze wel. Nou, ik vind dat de LVR wel best wel zichtbaar is. Nou, dan kent u ze ook. Ja, dan ken ik ze ook. En zou voor. Dus een paar die je dan van. Rezi Koumans ken ik dan. Die ken ik dan ook persoonlijk. Voor de verder is, ja. Die oude. Niet zozeer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.